Basisopzet Colbert, deel 2. We starten door de basis met maal weer te openen. We activeren het voorpand, bovenstuk 50. En het eerste wat we gaan doen is een sluiting aan de voorkant tekenen. Dat doen we via de halenlijst. En een voorkant is een los deel, dus die staat bij hulpprogramma's. En wij pakken dan voorkant 30, omdat dit de meest uitgebreide voorkant is. Klik op de schouderlijn van het voorpand richting middenvoor. In de halslijn van het voorpand richting middenvoor. Op middenvoor naar beneden. Op de zoomlijn van middenvoor af. En op een van de binnenlijnen, in dit geval de taillijn, naar middenvoor toe. En dan is de voorkant getekend. Dubbelklik op de voorkant. En voor Colbert geldt dat de overslag is halve diameter knoop plus 1 centimeter. Meestal is een knoop bij een Colbert 2 centimeter. Dus als we onze berekening daarop loslaten, is halve diameter knoop, dat is 1 centimeter, plus 1 is 2 centimeter. 20 mm. 20. Rechtermuisknop. Voor de afronding van de zoom moeten we eerst terug rechtermuisknop naar de opties. Dan zien we bij het vierde vakje bovenin kunnen we met de afronding van de voorkant zoomen. We kunnen een verronding pakken of we kunnen met een cirkel pakken. We pakken de middelste ronding. We laten nu even de klassieke uitwerking zien van een Colbert. Sluit de opties. Deze staat op 50, die zet ik op 90. En een klassieke Colbert heeft over het algemeen een vorm, de voorkant heeft over het algemeen deze vorm. Meestal wordt die wat groter, dus daar en dan wordt die wat meer daar. Maar in ieder geval die afgeronde voorkant. Rechtermuisknop, dan ga ik naar mijn knopen. Ik pak mijn bovenste knooprij op, die plaats ik naar de plaats waar ik mijn bovenste knoopsgat wil hebben. Dus ik wil hem nu daar, dus hier daar eindigt mijn revers. En ik heb nu 5 knopen, dat wil ik minder hebben. Klik op de T, op het rode puntje, sleep naar binnen, korter maken. Ik wil nu een 3 rij Colbert. Bij een heren Colbert is het zo, het klassieke heren Colbert, dat de onderste knoop nooit gesloten wordt. Dus als je sluit, neem de twee bovenste. De onderste is altijd open. De afstand van knopen is minimaal 9,5 tot ongeveer 12 centimeter. Je kan bij de overslag kan ik ook kiezen voor een dubbel breastset. Ga dan naar de rechtermuisknop. Opties, de tweede rij, laatste hokje. Kan ik hem op 2 rij zetten. Boven aan de knopen is nu een knoop verschenen. Dan kan ik er een double breasted rij van maken. Deze kan ik ook schuin zetten. Schuin naar elkaar toe of schuin van elkaar af. Dus daar kun je, als je dat mengt met elkaar, dan is er heel wat in te beleven. Zo, ik zet hem weer op 0. En we keuren hem goed met de groene V. F5 om het patroon weer in het midden te zetten. En vervolgens gaan we verder met het aanklikken van een revers. Naar de herhalenlijst. Sluit de hulpprogramma's. We openen het mapje kragen. En we pakken in dit geval kraag 40. Dat is de revers. Bij de reverskraag, met het aanklikken van de reverskraag, is het heel belangrijk, sowieso altijd belangrijk, waar je klikt. In de rughals, richting schouder, op de oorspronkelijke schouderlijn vanaf de rughals, 1, op de oorspronkelijke schouderlijn van het voorpand, de verlegde schouderlijn van het voorpand. Mochten deze twee lijnen op elkaar liggen, dan is het twee keer op dezelfde lijn klikken. Op de halslijn naar midden voorwijzend, de overslag naar beneden wijzend, midden voor naar beneden wijzend. En vervolgens klik ik op het bovenste knoopsgat. De reverskraag, zoals die er nu uitziet, is vrij smal.
dubbelklikken op de werkkraag. En dan kan ik die veranderen. Ik pak hier het kraagpunt op en ik heb ineens een opgesneden revers. Ik zet hem weer terug naar mijn uitgangspunt. Hij heeft hier een kraagblad van 70, is vrij smal. 80, 85 is wat gebruikelijker. Ik zet hem even op 85. Zo, dan is hij wat mooier qua breedte. Ik wissel even het kraag. Dat is wel handig om daarmee te wisselen. Hij staat nu op 25 mm, vind ik wat weinig. Ik zet hem even op 30. Meestal is hij tussen de 25 en de 32. En hier is hij 40. Nou, die mag wel ook wel 45, misschien zelfs wel 50 worden. Ik pak 45, ik ben een vrij slanker ver. Dan krijg ik hier die rare deuk. Kan ik met deze zeggen van ik wil je gelijk hebben. Maar dan blijft hier nog die rare deuk en dat komt omdat deze... En als ik die een beetje daar oppak en een beetje verschuif, dan wordt die wel mooi. En dus daar kan ik mee spelen. En dan kan je ook heel mooi. Oh. Even die terug naar zijn plaats. Deze wil ik hebben. Juist. En dan kan ik daarmee ook mee modelleren. En dat kan hetzelfde kan daarmee en daarmee. Ben je tevreden? Dan kun je op de groene V klikken. Ik wil nu wel van de gelegenheid gebruik maken om jullie ook de staander te laten zien. De staander, de kraag wordt opengelegd. Dit gaan jullie met handmatig tekenen, gaan jullie er ook tegenkomen. Dan wordt dit ingewerkt en uitgewerkt. Dan hebben we hier de staander die erin getekend wordt. Hier ligt hij los. En maar die groene, zo gaan jullie hem tekenen. Deze ook. Dit gaan jullie ook zo tekenen met de hand. Dus je kunt hem vergelijken straks met hoe die in de computer zit. Beleg. Pak ik weer even. Ze heeft die ook standaard aan. Die kan ik natuurlijk opschuiven. Kan hem breder maken. Wat soms handig is, zeker als je double-breasted bijvoorbeeld bezig bent. Of eventueel overwijten voor de bovenkraag. De bovenkraag is altijd iets groter, want je moet een langere afstand afleggen dan de onderkraag. En kun je de extra wijte toevoegen. Meestal is dat weinig, want we werken met een vrij dunne stof, maar als je een dikke wollige, echt dikke wollige stof hebt, dan kan dat inderdaad best heel veel millimeters zijn. Dus daarmee kun je die extra ruimte geven. Dus de bovenkraag en het beleg gaat ook over de onderkraag heen, of onderreveer, geef je extra ruimte. Goedkeuren. F5. En dan heb ik hier mijn pant, dus de schoudernaad, halslijn, spiegelnaad heet dit, revers, de voorkant is mijn colbert. Ik heb hier mijn onderkraag met aangeknipte staander en ik heb hier mijn onderkraag met losse staander. Hier heb ik mijn beleg met extra ruimte, kan ik hier zien, en dat is dan revers. Hier heb ik mijn bovenkraag met aangeknipte staander. En hier heb ik mijn bovenkraag met losse staander. Jij maakt zelf de keuze welke kraag jij gaat gebruiken. Grafisch geeft alleen alle mogelijkheden weer. Jij bepaalt welke goed is. Opslaan. En afsluiten.